is gebeurd in 1989. Ik mocht voor de eerste keer uitkomen voor de Nederlandse wielerploeg. En mijn coach zei destijds, denk eraan, als iemand in een wielerwedstrijd ooit aan het oranje shirt komt, dat laat je niet gebeuren. In het wielrennen wordt er nog wel eens geduwd en getrokken. En er was een Fransman die vond het nodig om mijn oranje shirt aan te raken. Ja, dat mondde uit in een klein handgemeen op de fiets. Dus ik nam het heel letterlijk wat de coach tegen mij had gezegd. Wat toen wel geboren is een beetje, wat ontstaan is, is dat ik altijd met verf het oranje shirt heb gedragen. Ik vond het heel belangrijk om voor mijn land uit te komen en ik heb er altijd met volle teug van genoten. Dit is echt iets wat ik altijd blijf herinneren en wat ik nooit zou vergeten.